De diaspora NPS-sympathisanten in Nederland en België hebben een verklaring uitgegeven waarin ze zeggen achter NPS-voorzitter Gregory Rusland te staan. De sympathisanten schrijven dat de partij aan de vooravond staat van deelname aan de regeercoalitie Santokki-Brunswijk en daarom bijzonder in de belangstelling staat. De groep wijst erop dat Rusland steeds met het huishoudelijk reglement en de partijstatuten heeft gewerkt om de juiste route te volgen. Als voorzitter krijgt hij daarom alle ondersteuning van deze sympathisanten. Tevens worden achterban opgeroepen achter de partijleiding te staan, zodat er gewerkt kan worden aan een welvarend Suriname. Dit doel kan alleen bereikt worden als de gelederen elkaar de hand reiken en een eenheid vormen, stelt de diaspora groep in een vandaag uitgegeven verklaring.